IAMGOLD Rosebel Gold Mines heeft gisteren een officiële donatie gedaan voor de vele getroffen dorpen van Brokopondo. Daarmee speelt het goudbedrijf in op de verzoeken vanuit de dorpen. DC Ludwig Mendelssohn heeft namens de gemeenschap van Brokopondo een donatie in ontvangst mogen nemen, bestaande uit een aluminiumboot, een buitenboordmotor, reddingsvesten, durotanks, benzine en voedselpakketten. Ook is er materiaal gedoneerd aan het BOG voor het besproeien van de dorpen om de muskietenplaag te bestrijden. Volgens Rosebel General Manager Michiel Vleijer-Schuijer zijn de initiatieven van het bedrijf een aanzet tot een structurele aanpak van de problemen in het district. De donatie heeft een totale waarde van 700.000 SRD. De voorspelling is dat de regens nog tot augustus zullen aanhouden. IAMGOLD zal samen met het districtscommissariaat werken aan een crisisplanning voor Brokopondo.